Maar hij werd door zijn eigen tijdgenoten wel gezien als een radicaal. Hè? Maar hij was in essentie niet radicaal. Al denk ik dat die geest van Thorbecke toch een hoogst ingewikkelde zaak is. He, de Thorbecke, de VVD, daar moet je echt helemaal vanaf. Thorbecke is nou ja, wie niet, een kind van zijn tijd. En was sterk beïnvloed door de romantische, organische geschiedsbeschouwing die hij opgepikt had in Duitsland in de eerste helft van de 19e eeuw. Het Verlossum, kunt u mij horen? Thorbecke hadden we ook nog. Ja, dat is een lang verhaal. Ik weet niet of je dat nu wil doen. Of dat een je... klein deeltje. Een klein deeltje? Ja, het begindeel of zo en doen we de rest daarna. Oké, dat kan. Nou, dan moeten we dus terug naar Thorbecke. In feite waarschijnlijk de enige politicus, Nederlandse politicus van de 19e eeuw, waar althans een deel van de bevolking wel eens van heeft gehoord. Nou, misschien dat een ander deel nog iets weet van het kinderwetje van mijn houten, maar het zal niet veel wezen. Maar Thorbecke is toch wel iemand die een soort nationale held is geworden. Helden, ja, ik weet niet of hij het zelf leuk had gevonden om een held te zijn. Wie weet, hij was wel ijdel, heb ik begrepen. Thorbecke is een van de weinige politici waarvan bij mijn weten meerdere standbeelden in Nederland staan. Thorbeckeplein natuurlijk, er staat in zijn geboorteplaats Zwolle staat volgens mij een standbeeld. Er staat in Den Haag ergens een standbeeld. Dat is al heel opmerkelijk toch? Want wij zijn geen standbeeldenland, dan moet je toch wel Willem van Oranje. En, nou ja, we hebben het al gehad over het standbeeld van Pim Fortuyn, waarmee het wel bijzonder droevig, maar volkomen terecht slecht afgelopen is. Thorbecke is geboren in 1798, op de drempel van de 19e eeuw dus. En Thorbecke is overleden in 1872, dus hij is 74 jaar oud geworden. En is zoals wij alle weten de maker van de grondwet van 1848. Al moet je daarbij natuurlijk goed realiseren dat hij dat ook heeft gedaan in de context van een tijd met mensen die ook sympathiseerden met de nieuwe ideeën die hij ontwikkeld had over die. Hij heeft het niet alleen gedaan. Maar het probleem met dit soort van dingen is altijd dat er dan één persoon uit de geschiedenis omhoog lijkt te steken en dan dat alle anderen, dat die vergeten worden. Dus dat is toch wel een zaak van gewicht om je dat te realiseren. Thorbecke was zelf een outsider bij uitstek. Hij was geen lid van de Nederlandse, of zijn familie was geen lid van het adeldom of van de Nederlandse burgerlijke elite, absoluut niet. Het was een familie die oorspronkelijk uit Duitsland kwam, die ook nog steeds intensieve contacten onderhield met Duitse familieleden. Zijn vader was tabakshandelaar, maar die tabakshandel die floreerde in het geheel niet en is ook op een goed moment op de fles gegaan. En je kunt wel zeggen dat de familie Thorbecke een nogal armoedig leven leidde. En dat zijn vader eigenlijk kennelijk vrij snel heeft ingezien dat hij een heel getalenteerde zoon had voortgebracht. En altijd zijn ambities die zo wanhopig, want die vader heeft de hele rest van zijn leven niks gedaan. Die is werkloos gebleven en kon maar geen lullig baantje vinden. Nou, dat is eigenlijk een heel droevig lot. En die heeft al zijn ambities geprojecteerd op de jeugdige Thorbecke. Die inderdaad zonder meer een briljant verstand had. Daar hoeven we helemaal niet verschrikkelijk moeilijk over te doen. De jonge Thorbecke was een briljant en ongekend ijverig iemand. En heeft dus ook een formidabele carrière gemaakt. Dat staat als een paal boven water. Hij studeert letteren in Leiden. En daar doet hij ook mee aan enkele prijsvragen, waarbij je een essay moest schrijven over een onderwerp. Dat is allemaal in het Latijn. Eigenlijk is die, zou je kunnen zeggen, ik zei nou de letteren, maar de indruk is toch dat hij een soort klassicus was geworden. En wat natuurlijk mijn onbegrensde jaloezie opwekte, ik ga eerst even een slokje water nemen, was dat hij op zijn 22e al gepromoveerd was. Nou was promotie toen wel wat anders dan nu, maar toch, dan denk je, jongen,
dat ik daar nog 17 jaar extra nodig voor heb gehad. Oh, hij is op zijn 22e is hij gepromoveerd op een proefschrift wat ook in het Latijn gesteld was. Dus ik denk dat de meeste mensen die tegenwoordig van het gymnasium komen, nou, als die drie kreupelen zin in het Latijn kunnen schrijven, is het veel. Dus dit is ook wel een, dit duidt toch ook wel op een betrekkelijk unieke talent. En dan gaat hij een aantal jaren naar Duitsland, waar hij eigenlijk colleges volgt aan meerdere universiteiten. En hij raakt eigenlijk zeer onder de indruk van Duitse filosofische en geschiedfilosofische denkbeelden. Hij wordt eigenlijk hij eigent zich een heel romantisch, organische geschiedbeschouwing toe. Staat niet zeer sympathiek ten opzichte van de universele waarde van de verlichting. Het is meer zo dat je alles moet zien in zijn eigen context, met zijn eigen traditie, met zijn eigen gevoeligheden en eigenaardigheden. En dat klinkt natuurlijk eigenlijk heel anders dan Thorbecke de liberaal, maar in die zin was hij zeker niet een liberaal in, laten we zeggen, de moderne Engelse betekenis van dat woord liberalisme. Nee, dat was hij zeker niet. Eigenlijk was hij een conservatief. Hij moest ook niks hebben van een revolutie. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, was zijn hele idee van de aanpassing van het institutionele structuur van Nederland aan de veranderende omstandigheden. Dat moet je niet revolutionair zien, maar eigenlijk als hij wilde liever dat de revolutie vermeden werd en dat het een geleidelijke organische ontwikkeling zou zijn. En hij vond wel dat door veranderende maatschappelijke omstandigheden ook de instituties veranderen moesten, omdat je anders zoveel fricties zou krijgen tussen de samenleving enerzijds, hè, de organisch veranderende samenleving enerzijds, en de instituties, dat het fout zou kunnen gaan. Dan krijg je revolutie en bloed en allemaal narigheid wat je niet wilde. Vandaar. Maar hij werd door zijn eigen tijdgenoten wel gezien als een radicaal. Hè. Maar hij was in essentie niet radicaal, zou je kunnen zeggen. We zullen zo zien hoe dat verder verloopt. Wat betreft zijn openbaar optreden, Thorbecke in het openbaar was stijf, harkerig. Laten we zeggen, werkelijk, we hadden het nou toevallig over Popiopie. Ik denk dat Thorbecke wel de minst Popiopie-achtige figuur is geweest uit de Nederlandse politieke geschiedenis in alle opzichten. Hij was kil. Hij was arrogant. En tegelijkertijd was hij ook een romantische man in kleine kring. En ook in zijn huwelijk. Want hij is op zijn 38e gehuwd met een 19 jaar jongere vrouw. En uit alle bronnen blijkt, ook uit zijn hele correspondentie blijkt, hij was dol op die vrouw. Het is steeds lief Engeltje, muizenknopje en allemaal dat soort van dingen, de letterlijke dingen, die ben ik eigenlijk vergeten, hoe dat precies zit. Maar goed, het was een uiterst gelukkig huwelijk. Dat is toch een betrekkelijke zeldzaamheid. Het was een zeer gelukkig huwelijk. Zij las ook alles wat hij schreef. En hij was eigenlijk, zij overlijdt, als ik het wel heb, 2 jaar voordat hij overlijdt. En dat was voor hem een volstrekt dramatische gebeurtenis. Hij was ook in kleine kring dol op muziek, op kunst. Hij stelde vergaderingen uit om naar muziekuitvoering te kunnen gaan. Maar hij vond dat hij in zijn publieke optreden moest hij afstand houden. Moest hij cool zijn, arrogant zijn. Mocht hij zich nooit verspreken. Kortom, het had iets robotsachtigs. Ik meen zelfs ook dat hij die fantastische kunst beheerst om, als hij sprak, heel zachtjes te spreken, waardoor mensen eigenlijk automatisch ophouden met allerlei lawaai te trappen. Dat is, kan ik misschien aan sprekers aanbevelen. Als u de mensen niet stil krijgt, praat heel zachtjes. Heel rustig en zachtjes. Nou, hij was iemand die eigenlijk toch wel enorme indruk maakte. Dat boek wat ik niet gelezen heb van Remiga Aerts heet Thorbecke wil het, dat geeft het al een beetje aan. Hij is de uitvinder van het torentje, dus hij deed een bezoek aan die gebouwen daar in Den Haag, en toen
trof hem het torentje en toen zei hij, dit is mijn werkkamer. En dat is het ook geworden. Ik geloof niet dat alle minister-presidenten in het torentje hebben gezeten, maar hij is in ieder geval wel. En hij is degene die ermee begonnen is, want er zat eerst een andere autoriteit, die is eruit gedonderd. Dat is ook wel een leuk idee. Leuk idee natuurlijk. Ik meen ook dat Rutte dat dan weer wel achter zich een portret van Thorbecke heeft op dat kastje heeft staan. Ja, dat werd ook tijdens die persconferentie. Ja, maar het idee dat Thorbecke's ideeën, laten we zeggen, parallel lopen aan of direct te maken hebben met de ideeën van de VVD, dat moet je wel ingrijpend afschudden. Ja. Het was een aanzienlijk complexere denker dan, laten we zeggen, het moderne popiopi-liberalisme. Hij is ook nog raadslid geweest, toch? Hij is ook nog lid van de Leidse gemeenteraad geweest. Maar mag ik keren nu terug naar zijn carrière. Dit was een algemene schets van Thorbecke. Dat nadat hij die jaren in Duitsland heeft doorgebracht, wordt hij, daar was hij privaatdocent, zoals dat heet. Het is niet helemaal duidelijk wat hij daar dan voor onderwijs gaf. Maar goed, hij was privaatdocent. Hij maakte kennis met tal van prominente Duitse denkers, schietfilosofen enzovoort. Maar dan wordt hij hoogleraar in Gent in 1825. Dan is hij dus 27, ook nog aan de jonge kant zou je zeggen. Hij wordt hoogleraar in Gent. En met een werkelijk buitengewoon brede leeropdracht. Dus Europese geschiedenis en wat is er nog meer, staathuishoudkunde. Het interessante is dat Thorbecke zich ook heeft bezig gehouden met zoiets als de gevolgen van de industrialisatie. Wat dat voor de samenhang in de samenleving in algemene zin betekende. En daar ook hele nuttige en verstandige dingen over heeft gezegd. Dus hij had een hele brede aandacht. Dat hoogleraarschap houdt natuurlijk automatisch op in 1830. Als de Belgen tegen ons in opstand komen, er wel genoeg van hebben van die belerende boel van Willem I. En dan na enig heen en weer beweegt, wordt hij hoogleraar in Leiden. Als ik het wel heb in 1831. Dus dat is eigenlijk een vrij vlotte overgang. Ja, je leest alles dat wel eens dat hij een beetje een moeizame academische carrière had. Maar als ik het zo van de buitenkant zie, moet ik zeggen, maakt het op mij eigenlijk. Gaat het wel vlot, zou je kunnen zeggen. En in Leiden geeft hij ook weer een college in de moderne geschiedenis. En daar begint hij zich bezig te houden met de kwestie van de grondwet. Hij geeft ook college over de grondwet. En dan komt hij in 1839 met aantekeningen op de grondwet. Waar hij begint te zoeken naar een zodanige grondwettelijke verandering dat het in zijn, gek genoeg, in essentie conservatieve maatschappelijke opvattingen past. Het moet wel anders vanwege de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Maar hoe dan? Wat zou de beste oplossing zijn? Dan produceert hij een aantekening waarin hij eigenlijk al de eerste ideeën schetst. Dat is in 1840. In de jaren 40, een paar jaar later, komt hij terecht in de Tweede Kamer, 1844, 1845. En daar treft hij, of vindt hij in ieder geval 8 collega's die samen met hem bereid zijn om een proeven van een nieuwe grondwet te produceren. En dat hebben ze ook gedaan met de 9 mannen. Maar als je hem erbij optelt, dan zijn het er 9. Dat zijn de 9 mannen. De vraag is natuurlijk, waarom op dat moment? En dat, je moet je goed realiseren, de jaren 40 waren een van de meest malaise-achtige decennia uit de Nederlandse geschiedenis. Dat hing natuurlijk samen met de Belgische opstand en hoe dat verder verlopen was en het beleid, de eigen wijsheid van Willem I en ja, toch het enorm autocratische optreden van Willem I, de maatschappelijke problemen, kortom. Er was een algemene sfeer van ontevredenheid, malaise, het moet anders, dit is niet de juiste weg die wij bewandelen. Ik zal daar verder nou niet te veel op ingaan, maar daar sloot natuurlijk dit denken wel op aan. Het moet ergens vandaan komen, er was toch sprake van een zeer brede gedragen onvrede in Nederland. Dus ja, dus die 9 mannen produceren een dergelijke voorstel voor een nieuwe grondwet. Daar zitten al die elementen al in die wezenlijk zouden zijn voor de nieuwe grondwet.
namelijk een ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk een essentiële stap. Want door de ministeriële verantwoordelijkheid, de minister is verantwoordelijk aan de volksvertegenwoordiging, aan de Kamer. Niet waar? Niet aan de koning, aan de Kamer. En dat betekent natuurlijk dat de koning buitenspel wordt gezet. En dat is natuurlijk essentieel als je af wil van een autocratische vorst die bovendien op basis van familieverwantschap aan de top van het land terechtgekomen is. En dat is ook, dat voordat met name de vorsten daar aan gewend waren, dat heeft al heel lang geduurd. We zullen zo zien, dit is nog de tijd van Willem II, dat die proeven van die ze dus gemaakt hebben, die 9 mannen, die is onmiddellijk afgewezen. Dat men vond het radicaal, gevaarlijk, on-Nederlands, dat kon absoluut niet zo. En nou ja, het was niks. Hij verliest ook zijn positie in de Tweede Kamer. En dan, net wat jij al suggereerde, heeft hij enkele jaren in de Leidse gemeenteraad gezeten. Waar hij, moet ik zeggen, een zeer, zeer kritisch over heeft geschreven. Hij vond het niveau daar echt verbijsterend laag en nou, hij vond het in feite niks. Beetje LPF-toestanden. Ja, ja. Ja, wat had ik ook gezegd, de ministeriële verantwoordelijkheid zat natuurlijk in die voorstellen. En natuurlijk ook directe verkiezingen, dat zat er ook in. En andere relaties tussen de verschillende bestuurslagen in Nederland. Maar goed, het zat er dus helemaal niet in. De tijd was er nog niet naar. Willem II wou het niet. En die was in 1840 opgevolgd. Die wou het niet. En dan komt 1848. Niet waar? Heel Europa staat in brand. Het is overal revolutie. Willem II schrikt zich de takken werkelijk. En denkt, oh jee. Ja, er is zo'n bekende standaard uitdrukking. Willem II werd in één nacht liberaal. Je hebt mensen die worden in één nacht grijs. Maar hij werd in één nacht liberaal. Of dat ook precies zo is, dat weet ik niet. Maar het is een treffende uitdrukking. En dan komt er een commissie. En die gaat aan de slag. En Thorbecke zat er niet eens in eentje in. Thorbecke was wel de leider van die commissie. De voorzitter van die commissie. En die produceert een nieuwe grondwet. Die volgens mij ergens in november 1848 in werking treedt. Hij wordt nog niet de leider van een kabinet wat met die grondwet aan de slag moet. Er is allerlei ingewikkelde dingen voordat het zover komt. Maar goed, in die grondwet zit in feite alles wat er nu in allerlei opzichten nog steeds in zit. Nogmaals, het is niet bedoeld als een revolutie of als een breuk. Nee, het is bedoeld om Nederland als het ware institutioneel aan te passen, organisch weer terug naar dat organische begrip van de historische ontwikkeling, om Nederland de instituties aan te passen aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden, zodat je eigenlijk revolutie kon vermijden. En het, hij zag het zelf niet als een revolutionaire gebeurtenis. Dus ja, was hij liberaal? Ja, hij was wel liberaal, maar toch op het met een, nou ja, gevat binnen die Duitse geschiedfilosofie, laten we het dan maar zo noemen. Het is allemaal misschien ingewikkelder dan ik het nu vertel, maar goed, zo zat het. En wat was die grond? Dat was dus weer die ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk een essentieel punt, omdat je daarmee kun je naar een start van democratie toe. Dat is natuurlijk afhankelijk embryonaal. Directe verkiezingen. Alleen voor de Tweede Kamer natuurlijk. Maar die verkiezingen die waren gelimiteerd tot mannen die belasting betalen. Hoeveel nou precies? Ik dacht dat het electoraat afhankelijk iets in orde van ruim 10% was. Dus 90% had helemaal geen stemrecht. Want die betaalden kennelijk te weinig belasting of geen belasting. Dus die kwamen niet in aanmerking voor het stemrecht. Interessant genoeg begreep Thorbecke heel wel ook toen dat uiteindelijk dat kiesrecht uitgebreid zou moeten worden en stap voor stap groter en groter zou worden. Dat hing ook weer samen met die maatschappelijke ontwikkeling. Overigens, in zijn hele periode dat hij direct met deze zaken te maken had, is dat kiesrecht niet meer uitgebreid. Pas daarna, pas na 1872, is dat kiesrecht daadwerkelijk uitgebreid. Hij begreep ook wel, ik begrepen heb, dat er natuurlijk in de democratie altijd een spanning zit tussen, aan de ene kant, de democratische belofte.
Dat we zeggen, alle kiezers doen mee en zijn betrokken bij de institutionele structuur en wat die precies uitspookt. En tegelijkertijd is er natuurlijk, de spanning zit in het feit dat sommige mensen daar wel een hoop te vertellen hebben, maar de meeste mensen eigenlijk verbazingwekkend weinig. Een spanning die tot op de dag van vandaag natuurlijk in de democratie zit. Je zegt, het volk is aan de macht. Al had Thorbecke niks met een dergelijke formulering. Hè, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat lang niet iedereen iets te vertellen heeft. En dat er grote verschillen zijn tussen de macht van de verschillende personen. Dat is een heel lastig probleem. Eigenlijk is de democratie zonder een sociale dimensie, dat is eigenlijk helemaal geen democratie. Dat zag hij volgens mij ook wel. Ik zag nu net in de kwaliteitskrant een groot stuk staan. Pim Fortuyn was eigenlijk een sociaaldemocraat. Ja, dat haalt je de koekoek. We zijn allemaal in Nederland sociaaldemocraten in meerdere of in mindere mate. Omdat een democratie die asociaal zou zijn, dat is geen democratie. Neem de Verenigde Staten, een klassiek voorbeeld van een asociale democratie. En ik zou ook zeggen, de Verenigde Staten schieten ingrijpend tekort als het gaat om de verwezenlijking van democratische waarden. Wordt ook wel eens over Poetin gezegd. Op elk institutioneel niveau, ja. Overigens. Maar goed, nu dus weer terug naar Thorbecke. Want tenslotte wordt hij wel minister-president in 1849. En dat is het zogenaamde eerste kabinet Thorbecke. En dat brengt eigenlijk die hele institutionele... Ja, ik moet dus nu niet het woord revolutie gebruiken, maar die hele nieuwe institutionele structuur tot strand. Want, die ministeriële verantwoordelijkheid, al wou Willem III, die ondertussen koning was geworden, die wou er niks van weten. Thorbecke is systematisch tegengewerkt door Willem III, die ook enorm de pest had aan Thorbecke. En je weet dat ook Wilhelmina niet een door democratische gezindheid had. De enige die dat had was koningin of regentesk Emma. Die had er meer verstand van. Het heeft de vorsten van het Oranjehuis de grootst mogelijke moeite gekost om zich te realiseren dat ze niet zo verschrikkelijk veel te vertellen hebben. En ook niet zoveel te vertellen moeten hebben. Dat moeten we er ook speciaal bij zeggen. Wat ook gerealiseerd wordt, is een gemeentewet, een provinciewet, ongetwijfeld, en die wet dus voor de kieswet. Zij het dus een kieswet, maar wel een beperkende kieswet. Een onderdeel van de politiek van Thorbecke was de gelijkschakeling van de godsdiensten. Dat wil zeggen, staat en godsdienst dienen strikt gescheiden te worden. Dat betekende dat de Rooms-Katholieken en de Joden, en weet ik wat voor andere religieuze groeperingen, die kregen gelijke rechten, zonder iets met de Nederlandse overheid te maken te hebben. Dat leidde ertoe dat de katholieken, of althans de paus neem ik aan die dat deed, die dacht, nou ja, dan kan ik in Nederland ook wel weer bisschoppen benoemen. Ja, die waren er al die tijd niet geweest. Dus die gaat bisschoppen benoemen. Dat leidt in protestants Nederland tot een immense opwinding. Hè? Zoals nog het huwelijk van Irene met een Rooms-Katholieke oplichter nog tot immense opwinding heeft geleid. Dat nu volgens mij interesseert dat echt niemand meer ene houdt. Want die bisschoppen moesten macht of zo wel uitoefenen. Nee, ja, die mochten gewoon net. Wat doet een bisschop? Die leidt een stukje kerkprovincie. Dat is wat hij doet. Ja. Maar die heeft politiek verder niks te vertellen natuurlijk. Die heeft het in de kerk te vertellen. Dat is het idee. Maar desondanks was dat, men zag dat als een machtsusurpatie, wat het helemaal niet was. En Thorbecke had natuurlijk op dit punt het grootste gelijk van de wereld. Het was belachelijk dat die dingen verboden waren. Maar dat leidt tot de zogenaamde aprilbeweging. Een soort opstand van boze protestanten, om het zo maar te zeggen. En dan... Ja, dan zegt laat Willem III merken dat hij daar wel sympathie voor heeft. En dan vindt Thorbecke, ja, dat is onacceptabel. Dan kan ik de verantwoording niet voor nemen. En dan valt het eerste kabinet Thorbecke. Uiteindelijk zijn het er drie geworden. Er komt een tweede kabinet Thorbecke. Dat is in de vroege jaren 60. 62, 66 als ik het wel heb. Misschien iets minder, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Ja, ik probeer steeds dat woord revolutionair te vermijden, nu ik begrepen heb. Nou,
Hoe dan ook, vernieuwing is aan bod. Maar bij het tweede kabinet Thorbecke heeft dat vooral een infrastructurele kant eigenlijk. Dus daar wordt een wet aangenomen voor het Noordzeekanaal, het verbreden van een nieuwe waterweg en het spoorwegbestel, al zag hij dat graag in private handen. En er is ook een onderwijswet aangenomen die geleid heeft tot de stichting van de HBS, de zogezegde hogere burgerschool. Eigenlijk zeker op lange termijn een vondst, is een beetje een raar woord, maar een wet van enorme betekenis. Dat Nederland bijvoorbeeld ook op wetenschappelijk terrein eind 19e eeuw, begin 20e eeuw echt een wereldrol kan spelen. Dat hangt eigenlijk samen met de onderwijsvernieuwingen die uiteindelijk teruggevoerd kunnen worden tot het kabinet Thorbecke. Ook hier geldt steeds, natuurlijk deed hij die dingen niet allemaal alleen, maar hij was toch wel een dominante aanwezige figuur. En tenslotte is iedereen in zijn omgeving is vervaagd en wie staat er in de standbeelden? Dat is Thorbecke. Je zou misschien wel zo'n heel... Ik denk ook dat eigenlijk niemand meer weet wie er in die kabinetten van Thorbecke eigenlijk gezeten heeft. Het is Thorbecke die is overgebleven. En dan tenslotte is er nog een derde kabinet Thorbecke. Dat start in 1871. Maar hij overlijdt al het jaar daarna. Dan is hij ondertussen natuurlijk een oude man geworden. Wat was oud voor die tijd? Nou ja, hij is 74 geworden. Dat was voor die tijd een hele behoorlijke leeftijd hoor. Sterker nog, dat was ik, als ik het wel heb, mijn ja-cohort, geboren in de oorlog, had een levensverwachting bij geboorte van, ik denk, 71, 72, misschien 73. Die levensverwachting is enorm opgerekt in de afgelopen 75 jaar. Dus ja, dat was het. In die tijd was dat een oude man. En hij was ook een oude man geworden. Dus hij men vond ook dat hij passé was geraakt. En dat vond hij zelf helemaal niet. Dus hij had wel een arrogante overtuiging van eigen belangrijkheid. Was kritisch op anderen zonder enige twijfel. Bijvoorbeeld op Samuel van Houten. Dat is de geschiedenis van Thorbecke. Die de Nederlandse democratie op het spoor gezet heeft. En die tegelijkertijd een zo evenwichtig politiek systeem heeft geconstrueerd, juist vanwege zijn, zeg maar, Duitse ideeën, dat systeem eigenlijk tot op de dag van vandaag deels intact is. Natuurlijk is daar van alles aan veranderd, maar het is deels nog steeds intact. Ja, met die drie verschillende bestuurslagen, al weet niemand precies wat die provincies uitspoken, maar toch die drie verschillende bestuurslagen. En laat ik daar dit aan toevoegen, laten wij in godsnaam ophouden met dat gezeik en gemorrel aan die democratie en districtenstelsels, gekozen minister-presidenten. Dat zijn allemaal dingen die niets te maken hebben met een parlementaire democratie. Dat is een heel complex systeem, het is vaak een ondoorzichtig systeem, niet altijd is transparantie mogelijk. Maar het is wel een systeem wat nu dus al meer dan anderhalve eeuw heel redelijk functioneert. Ja. Is Nederland een dictatuur, wat ik soms lees, dat is zo abject, dat is zulke totale onzin, dat mensen zouden eigenlijk voor straf dan eens een halfjaartje in een dictatuur moeten wonen. Dat zou wel nuttig zijn. Dus de geest van Thorbecke zijn we niet vergeten? Nee, al denk ik dat die geest van Thorbecke toch een hoogst ingewikkelde zaak is. De Thorbecke, de VVD, daar moet je echt helemaal vanaf. Thorbecke is wie niet, een kind van zijn tijd. En was sterk beïnvloed door de romantische, organische geschiedsbeschouwing die hij opgepikt had in Duitsland in de eerste helft van de 19e eeuw. Er zijn ook mensen die vergelijken hem vanwege zijn horzeligheid nog wel eens met Omtzigt. Oh, ja, dan zou ik toch zeggen dat Thorbecke veel meer een dwingende persoonlijkheid was in de zin, Thorbecke wil het. Dat hij natuurlijk drie kabinetten heeft geleid die op een hele reeks van terreinen toch hele wezenlijke veranderingen tot stand hebben gebracht. Ja. En bovendien, Thorbecke heeft het hele Nederlandse institutionele bestel vernieuwd.
aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Ja, maar 1848, dat was het jaar waardoor hij de handen voor zijn plannen op elkaar kreeg. Ja, dat was de Europese ja. revolutie. Ja, als natuurlijk Willem II bij zijn conservatieve opvattingen was gebleven, dan was het tenslotte ook wel gebeurd, maar in ieder geval niet op dat moment. Nee, en hij is democratisch iedere keer gekozen, hè, Thorbecke? Ja, zeker. Door die mensen, die hoogheren die dus belasting betaalden. Ja, en hij was dan misschien, moet je dat nog eens een keer dan onderstrepen, hij was een outsider. Ja. Hij was niet dit, wat je natuurlijk ook altijd in Nederland te merken krijgt. Hè? Ja. En wat hij dus, hij zei ook van die lagen, die moet je dus los van elkaar zien. Dat is wel met elkaar verwegen, hè? Rijk, provincie, gemeente. Maar het is niet de bedoeling dat ze op elkaar stoel gaan zitten. Nee, dat is het zeker niet. Omdat in al die gevallen is het zo dat die instituties aangepast moeten zijn aan de lokale omstandigheden. Aan het lokale eigen, om het zo maar te zeggen. Ja. He, ze moeten ook de ruimte bieden om dat lokale eigen tot ontwikkeling te laten komen. De staat moet vooral ook niet dwingend zijn. De staat moet niet zeggen van roken ongezond, dan mag u niet meer roken. Nee, nee. En als u rookt, dan wordt u doodgeschoten. Ja. Dan moet u naar de kwikmijn of zo. Dat is eigenlijk helemaal geen democratie. Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan, althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk, wie gaat die ruimte opvullen? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.